Goedemorgen. We zijn wakker. We gaan lekker alles kapot maken vandaag. We beginnen met een gym uh, sessie. Een gymsessie. beetje ijzervreten. Je zin in. Ga je ook nog wat nuttigs doen vandaag? Mm, zonnebank. Oh, ja, dat, ja, dat klinkt nuttig genoeg. Mm, Goedemorgen, schat. Goedemorgen. Sorry dat je zo wakker moet worden. Um, ja, wat hebben we vandaag? We gaan dus eerst even ijzer vreten. Pak even lekker een shakey van uh, Beesmoot, Sosé, Nutrition. En je weet het hè. Zonder een shakey van Beesmoot en Sosé heb je niet gedreigd. <coughs> oh, dat klinkt lekker. Zo op de vroege ochtend. Ik zal zo even een paar videoboodschappen maken. Mijn stem doet het alweer aardig. Ik heb wel eens dat ik s'avonds avonds ga slapen dat ik denk van... Oh, morgen komt er geen geluid meer uit. Maar ja, hebben jullie helaas pech. Hij doet het gewoon weer. En uh, we gaan lekker door met schreeuwen. Uh, dus even een uh, training. Uh, zin in. Echt zin in. Weet je wat het is? Ik ben nu uh, drie dagen in Istanbul geweest natuurlijk. En ja, van de drie dagen heb ik drie dagen niet getraind. En dat geeft toch altijd een beetje die frustratie hoor bij mij. Dus ik ben, gisteren, uh, ochtend ben ik gaan trainen. Maar dan nog niet die training dat je zegt van uh, we gaan alles kapot maken. Nee, dat was meer die training van even voelen. En vandaag gaan we gewoon weer helemaal los. Zin in. Zin in. Echt zin in. Um, van daaruit moet ik even wat uh, boodschappen doen voor de zaak. Ja, je kunt die mensen ook niet met een, uh, een droge mond laten zitten daar al. Ondanks dat ze uh, hè, voor die witte tandjes gaan bij Tandenbleke Groningen. Uh, het is druk. Mensen willen allemaal een mooie smile voor de kerst. Ja, dat is, uh, voor mij is dat natuurlijk goed. Alleen de meiden die daar werken, ja, die draaien ja, in principe overuren. En uh, daar moet ik goed voor zorgen, natuurlijk. Um, dan... Als dat klaar is, dan gaan we even langs de, langs de drukker. Ik heb een geweldig t-shirt voor kerst. Mensen, die kun je allemaal bestellen op www.alexsosse-webshop.nl Komt een kersteditie aan van uh, ja, de coöperatie. Helemaal top. Ook zin in. Ik heb hem zelf wel gezien, maar nog niet in het echt. Dus uh, ja, we zullen vandaag wel even een filmpje eruit knallen. Met een nieuwe t-shirt. Dat is positief. Nou ja, dan heb ik ondertussen al wel weer... 150 kilometer gereden. Wat ik ook erg fijn vind hoor. Ik aard uh, ik altijd in de auto. Dat zijn dingen waar je even je rust moet pakken. Even je hoofd moet resetten. Ja, iets voor jezelf. Ik ken mijn advocaat bijvoorbeeld. Die, uh, die nam altijd de trein van Amsterdam naar Friesland. Als hij bij mij kwam en dan was hij helemaal uitgerust. niet Pieter. <laughs> Een goede advocaat trouwens. Pieter van Rijn. Um, ja, wat heb ik nog meer? Ja, dan halen we iemand op in de stad. Dan uh, moet ik nog even wat dingetjes krijgen voor een promotie. En van daaruit rijden we door naar Amsterdam gaan we uh, uh, opnames doen voor een talkshow waarvoor ik ben uitgenodigd. Um, ja, ze vroegen om lelijke mensen met weinig inhoud. Dus uh, ik heb me gelijk aangemeld. Ja had ook wel mee kunnen doen. <laughs> Dat domme. Maar uh, nee, ik heb, ik heb gewoon zin in vandaag. We gaan lekker weer alles kapot maken deze week. Uh, vol gas, mensen. Volgende week vliegen we naar Istanbul. Gaan we de rest van mijn tanden fixen. Ik mis nog wat, uh, wat stukjes hier. Ze hebben die implantaten natuurlijk erin gezet. Die schroeven. En die moeten nog even een paar kiesjes op. En dan kan ik weer lekker kouwen. Want uh, ik ben er nu ook wel een beetje flauw van hoor. Maar ja, het is nou eenmaal dat je drie maanden moet wachten... voordat ze weer iets... Uh, kunnen doen met je mond, want het moet allemaal herstellen, anders krijg je ontstekingen en uh, je kan beter gewoon uh, rustig doen en goed doen, dan dat je met een, uh, een bek als Dave Loeving loopt, of niet? Um, ja, we gaan even vol gas geven, mensen, deze week. We gaan lekker alles kapot maken. Sorry Dave, je bent een topgozer. Um, ja, dat was hem eigenlijk wel, hè? Ja, denk, denk wel. ik nou, in ieder geval, goeiemorgen. Maak er wat van deze week. Er wordt fucking veel van jullie gehouden. En uh... laat je niet gek maken. Er is nergens voor nodig. Woes!